zondag 16 december. Na maanden van overleg en werkzaamheden kan in Maarhezen eindelijk het Charles Dickens festijn beginnen. De burgemeester van Kranendonk, de heer Van Kessel, opent, bijgestaan door de tijdelijke burgervader van Dickensdorp, het festijn. Goedemiddag, burgemeester. Als Dickens burgemeester heet ik u hart van harte welkom om het festijn 2018 te openen. Aan u de eer. Wat een mooie schaar. Wil je doorknippen? Ja. Voordat ik dat doe, wil ik toch heel graag even iets zeggen natuurlijk. In ieder geval op de eerste plaats dank voor de uitnodiging. En eigenlijk een aantal weken geleden hebben we natuurlijk deze omgeving ook verkend. Toen zagen we al de grote borden hangen van het Dickensfestijn. En toen zeiden we van, daar moeten we naartoe gaan kijken, want dat lijkt ons hartstikke mooi. Vervolgens kwam ook nog een uitnodiging, dus we zijn heel erg graag hier. Een dankwoord namens het gemeentebestuur aan jullie ondersteuning door een applaus voor deze vrijwilligers. En dan gaan we nu het lint doorknippen, zodat iedereen ook door mag. Figuren uit de Christmas Carol van de grote Engelse schrijver Charles Dickens komen hier tot leven. Overal zijn hemelse klanken te horen. En een hamer? Nee. Oh. We gaan eerst verdoven, want dan voelt hij niks. Nou, verdoving werkt al. De tang. De tang, ja. Ik kan niet om, maar ik doe het wel wijd open. Staat er eigenlijk niet aan. Oh, die gaat eruit. Die moet eruit, hé. Huppakee, we gaan de tang trekken. Geen met elkaar. Buurt met elkaar. Ja! Yep. Ik gooi je niet in mijn mond, kijk wat gillen. Ah! Nog een keer. Ah! Hey. Godverdomme. Bezoekers van groot tot klein worden meegesleept in de romantiek van toen en ervaren zo de sfeer van die oude Victoriaanse tijd. Thank you.
Daar is hij. Doet het zeer? Doet het zeer? Volgens mij was je gevallen. Ja. Ja, hè toch. Zuster, kom even mee helpen. Zullen we even vasthouden? Hulpje? Gewoon eens even voorzichtig vasthouden. Doe hem even spalken, hè jongen. Niks aan het handje, komt helemaal goed. En een rolletje bij. Hè? Ja? Gaat het een beetje? Ja. Gaat? Oh, je hebt hem. Ja, kijk. Nou, eventjes. Het wordt steeds beter. Ja, wie het echt koud heeft, kan terecht bij deze dames van plezier. Heel goed. Ik ben mijn werk aan het uitoefenen. Ik ben maatschappelijk werk. Nou, hey, gaan we wel lekkere worstenbroodjes hier. Ja. Hey, dat ziet er wel lekker uit. Maar anders geen nieuws, jullie hier? Nee. Als je het een beetje koud krijgt, ja, dan kunnen we even wat drinken. Oh. We hebben tussen 5 en 6 hebben we nog maar wat voor het goede doel. Oh, achter de kerk. Ach, nou, nu onder het hopje kijken is 1 euro. Voor het goede doel. Voor het goede doel. Ja, dat doen we. Dat doen we. Zo meteen komt die kerstman, dan moet je het zelf maar weten, hè. Vervelende kerel, ha. Jonge. Jingle bell, all the way. Oh, wat. Goedemiddag. Dag, zeg, ik ben de kerstman en ik ben op zoek naar Jan Klaassen. Hebben jullie die toevallig gezien? Ja. Wat zeg je? Hij zit zich te verstoppen. Nou ja, weet je, het is een beetje vervelend. Ik heb wat langs me gewacht. Ben je klaar voor? Blaas maar. Blazen. Oh, stop maar. Stop. Dat is een groot. Hij gaat wel zal ik blazen hoor. Applausje voor meneer. Goed gedaan, jongen. Dat was geen goed om blazen. Wel heel dun nou. Gedaan. Ja. Dan moet je nog even af. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it out.
God is. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Onze Scrooge. En we hebben nog een plaatsje vrij. Misschien wel twee. Wie kon ik vandaag nog halen?
zei, zo groot, dat kan toch niet. En zoveel vissen, dat kan toch al helemaal niet. Dat geloof ik niet. Dan niet, zei de kikker. Nou gaan we lachen, jongen, niet slecht. Laat me lopen!